Dit is de ACO Multidrain. De Multidrain is een polymeerbetonnen roostergoot voor een wat zwaardere toepassing. Deze kan tot en met belastingklasse D400. Nou, Dan zou dus bijvoorbeeld met een vrachtwagen of met een zware tractor overheen kunnen rijden. D400 staat gelijk aan openbare wegverkeer. Nou, deze goot zou dus bijvoorbeeld goed bij een inrit, bij een poort bijvoorbeeld kunnen toepassen waar nou, ze met vrachtwagens overheen rijden. De goot is voorzien van een verzinkstalen randbescherming en met een gietijzeren rooster. De goot kun je op verschillende manieren een uitloop in maken. De onderuitloop, daar zit een voorvorming voor in. Je zou bijvoorbeeld een eindplaat met een uitloop kunnen toepassen, of een zandvanger met een uitloop. Om de belastingklasse D400 van de goot te halen, dien je de goot in te bouwen in beton. Dat houdt in dat je hem op een betonnen fundament zet en twee betonruggen tegen de zijkant van de goot aanzet. Nou, dit staat gelijk aan hoe je een infragoot inbouwt. Multidrain nou, zijn er in twee verschillende breedtes. We hebben een 10 cm breed. En een 15 centimeter breed. De roosters zijn voorzien van een drainlock roosterbevestiging. Dit is belangrijk als je bijvoorbeeld met een vrachtwagen over de goot heen rijdt en dat het rooster niet kan opwippen. Nou, en om dus het rooster te verwijderen heb je een roosterhaak nodig om de drainlocks los te maken. Dit was een korte uitleg over de multidrain.